iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag oudejaarsdag en ik heb net als iedereen vuurwerk gekocht. Alleen iets te veel. Oh mijn god, kijk hoeveel knockouts. Dit zijn Asian Thunders knockouts, allemaal hetzelfde natuurlijk. Kijk hoeveel ik er gekocht heb en een paar vuurpijlen. Ik heb me compleet vergist in de aantallen. In één zo'n doos zitten 10 knockouts. En ik zat te denken van, nou ja, die zijn zo op. Weet je wel, die steek je af, hop, die 10 zijn er zo doorheen. Dus ik dacht, nou, dan hou ik gewoon 20 van die dozen. Alleen toen kwamen ze ineens aan met dit. In de winkel. Yo! Ik ben vanochtend even snel naar de winkel gereden, even snel vuurwerk gehaald. Ik ga namelijk oud en nieuw vieren bij Quint thuis, samen met mijn ouders, met Bente, Mees is aanwezig, allemaal leuke mensen. Maar ik denk niet dat ik dit op ga krijgen. Ik denk het oprecht niet. Reken maar uit. 10 keer 20. Ik heb ook een paar leuke pijltjes gehaald. Kijk, gewoon een paar lachenpijltjes. Ik weet niet eens precies wat ze doen. Maar vuurpijlen zijn nooit verkeerd. Die zijn altijd leuk. Mijn ouders en ik gaan dus gezellig oud en nieuw vieren bij Quint thuis. Het plan was ook om Bobo mee te nemen. Alleen dat gaat helaas niet door, want Bobo is loops. We wisten niet dat Bobo rond oud en nieuw loops zou worden. En als we Bobo meenemen naar Quint, dat is niet slim. Dan loopt een ontzettende grote hond rond. En die is mannelijk en ontzettend hitsig. Een loopsvrouwtje en een hitsig mannetje bij elkaar zetten, dat moeten we niet hebben. We hadden al een hele tijd terug afgesproken om Bobo mee te nemen met oud en nieuw. Alleen ja, dat gaat echt niet werken. Dus Bobo die gaat naar mijn opa en oma. En als bedankje omdat mijn opa en oma op Bobo gaan passen, heb ik een giftcard voor ze gekocht van de supermarkt. Een giftcard met 50 euro erop. En ik denk dat ze dat wel leuk vinden. Het gaat vooral om het gebaar, weet je wel. Dat het gewoon super lief is dat zij op Bobo willen passen. Ik zat te denken, wat zal ik kopen, weet je wel, als bedankje. Alleen dit is denk ik gewoon prima. Zometeen gaan we Bobo wegbrengen naar mijn opa en oma. Dan geven we die giftcard en dan gaan we naar Quint. En Quint heeft ontzettend lijp vuurwerk gekocht als het goed is. Mees is er en het wordt gewoon één groot lijp. Leuk festijn. En vooral zuipfestijn. Nou, we gaan Bobo even wegbrengen. In de verte zijn wat gasten al vuurwerk aan het afsteken en ze doet prima. Hey, oma. Hey, Tom. Hey, opa. Hey, opa, jij bent een beetje grieperig geweest, hè, de afgelopen dagen. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Maar ben je weer een beetje beter? Ja, onkruid verraadt niet, hè. Waar had je last van dan? Een beetje hoesten of had je koorts of wat had je? Ja, een beetje grieperig. Don heeft 4 closetrollen gebruikt om zijn neus te snuiten. Dat bleef alleen maar lopen. Zo. Closetrollen? En kwalijk dat alleen hij voor nou mijn neus, hoor. Eén rol op mijn neus. Ik vind het zo lief dat jullie op Bobo willen passen. Ja. Dat ik dacht, nou, ik kan wel een kleinigheidje geven. Want jullie vangen toch die hond op met oud en nieuw. Uiteindelijk is het jouw probleem. Het is jouw hond. Ja, maar daarom doen we even als bedankje. Ja. Had mama een leuk idee. En ik heb het aangeschaft voor jullie. En het is iets heel simpels, maar je hebt er wel wat aan. Een cadeaukaart voor bij de Plus, ter waarde van 50 euro. Kan je lekker boodschappen doen? Oma, ik weet hoe gek je bent op boodschappen doen. Ja, oma is helemaal gek van boodschappen doen, maar dat had toch niet nodig geweest, Don? Natuurlijk wel. Mama gaat dinsdag weer met mij mee, zo doen we dingen voor elkaar. Nee, joh, free gifts niveau, gewoon goed shit. Hoeveel geld was dat, zei je? 500.000 euro. Oh, dat is tenminste de moeite. Dus kreeg gelijk de hele Plus op. Ja, en vanavond, ik heb ook een staatslot gekocht, dus daar komt ook nog eens een keer 30 euro. Nee, maar dom. Ik zal het doorknippen, dan wordt het samen 25 euro. Nee, jullie passen op die hond en kun je lekker bij de... Kijk, dan gaan we samen lekker winkelen morgen. Gaan we lekker naar de Plus toe met z'n tweeën. Morgen 50 euro hondenbrokken halen. Ja, we zijn er net wat voor Boba mee. Bobo, ga je lekker bij oma overnachten? Nee, heb je je favoriete balletje mee? Dat zijn twee. Even knuffelen. Een wild beest. Oh, ga je me meppen? Ga je me meppen, hè? Maar dat betekent... Oh. Nou, ik ga er van tussen. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar, Ron. Voorzichtig met vuurwerk, want er wordt geschoten. Er wordt geschoten. Ja, het klinkt als geweerschoten. Ja. Hele stomme vraag misschien, maar moet dat jullie niet denken aan de oorlog soms? Die knallen? Nee, dat niet. Maar ik schrik er wel van iedere keer, want ze zijn zo hard. Nee, dat waren wel andere bommetjes, hoor. Dat waren geen kneedbommen. Ze hebben ons achter tussen twee schoorstenen naar beneden komen op zondagochtend. Ja, okay. Op zondagochtend? Ja, opa heeft daar wel echt... Verhalen over. Dat is misschien wel interessant. Ja, tuurlijk. Ja, opa heeft het echt nog flink meegemaakt, de oorlog. Het is nu tijd om Bente op te halen en goede chillings te poppen. Let's go. Hebben we zin in oud en nieuw? Is heel mooi achter je. Ja, dat is beter dan mijn lucht normaal, hè?
Ja. Ik heb zoveel zin in een auto nieuw. Ik ben samen met Bente. We gaan lekker richting Zeist, waar Kwanis natuurlijk woont. En we gaan er een feestje van bouwen. Ik heb ontzettend veel zin. Ik heb zin om vuurwerk af te steken, om te knallen, jongen. Weet je hoe groot die knockouts zijn? Ik had net even een doos opengemaakt. Een normale knockout van Asian Thunder is zo groot. Dit zijn zulke knoeperts. Jee, ik heb vandaag heel veel Asian Thunders afgestoken. Je bedoelt wel na 6 uur, toch? Ja. Ja, we gaan de rit goed beginnen. Met... Oh, wow. Oh, wow. En dat was het. Anders word ik geclaimd door muziekrechten. Oké, okay, doei. Kwanis, 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 Kwanis. Achterbak open, achterbak open. Bro, doe de achterbak open. You're gonna like it. Wat is in het? Wacht, sleutel zit in mijn zak. Oké, gast, even goed aan mijn zak voelen. Het is de enige keer ooit dat het mag. Oh, oh, oh. Maak het open, maak het open. Je gaat ervan houden. Erg, hè? Echt erg, hè? Je hebt er veel te veel gekocht. Ja, dat is leuk. Dat is echt veel te veel. Zullen we gelijk een paar afsteken? Ja, het is nu na 6, dus het kan. Let's go. Quinn heeft hele lijpe aanstekers. Kijk. Hoe ziek is dat? Wacht, inzoomshotje. Kijk dan. Oké, okay, Kwanis met het eerste vuurwerkje. De eerste vuurwerkje van de dag. Ja? De eerste van de dag pas? Eerst van de dag. Eerst van de dag. Wow, gek. Holy shit. Die zijn goed, hè, ouwe. Holy shit. Kwanis heeft een leuk vuurwerkje. Mees, niet zo dichtbij staan. Je hebt geen bril op. Wow. Oh, dat is een hele goede knal. Leuk vuurwerkje, leuk vuurwerkje, leuk vuurwerkje. Oh, leuk vuurwerkje. Leuk vuurwerkje. Oh. Quinn en ik gaan tegelijk. 3, 2, 1. Hij gaat weer. Gas. Even nog een keer proberen. Nee, nee. Wat doe je? Nog een keer proberen. Ik wil tegelijk. Quinn en ik gaan tegelijk. Oké. Okay. Oh, ja. Oh. Heerlijk dat vuurwerk, maar ik ga nu even naar binnen. Straks gaan we meer afsteken. Moet je eens kijken wat Quinn allemaal gehaald heeft aan vuurwerk. Allemaal grote potten, kleine potten. Het is niet echt knalvuurwerk, maar meer gewoon sier. Hey Bumper, je had vanavond heel hitsig kunnen zijn, weet je dat? Maar helaas is er geen ongesteld vrouwtje voor jou. Kijk eens even wat een gezelligheid. Allemaal vrienden en familie van Quinn. Daar zit Bente. En hier zit Mees. Hey Mees! Hey! Hey, we gaan vanavond wel even lekker feesten. Gast, proost. Proost. Kijk wat ik gedaan heb, kijk wat ik gedaan heb. Aan zijn schoen. Hey Roefat! 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 Hoi. Je hebt een mooie ballon bij je. Ballon? Ja. Nee, naast je, naast je. Oh. Een hele mooie ballon. Hey, maar hij is wel... Ja, waarom gaat hij niet hoog dan? Nee, ik sta erop volgens mij. Kijk, nu gaat hij wel hoog. Huh? Wie heeft het gedaan? Ik deed dat, gast. Had je het niet door? Oh, die hebben al een paar biertjes genoeg op, geloof ik. Hey, wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit gedaan? Ik weet niet, man. Hij zit wel goed vast, geloof ik, hè? Ja, jij hebt het gedaan, hè, kloot. Ja, mag ik één biertje en snel een beetje? Oh, 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 oh. Dankjewel. Even mijn biertje neerzetten. Zo. Oh. 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 Oh mijn god. Oh mijn god, had ik dat erop? Roefat. Roefat. Ik had het erop. Boom.
fout! Dat ging bijna fout! Wat een chaos! De hele fucking straat staat blank! Oh! Deze moederbak! Dikke moederbak vuur, jongen! Kijk deze moederbak! Quint, steek hem aan! Go, go, go! Oh! Ziek, ouwe. Deze is heel ziek. Wow. Wow. Wow, het is zo anders op camera. Hey, op camera lijkt het heel klein. Ja. Maar kom nog één, hè? Kom nog één. Kom nog één. Wow. Kijk deze pot, ouwe. Wat een moederpot is dit. Oké, dikke moederpot, ga aan. Oh god, oh. Oh. Op camera lijkt het zo klein. Maar het is zo lijn, jongen. Kijk die pot schieten. Heel gaaf. Al het afval wordt gelijk in de fik gezet. Lekker warm, hè? Nee, het bierblikje. Hij wil niet meer zweven. Hij wil niet meer zweven. Hij zakt. Are you aan het inkakken? Yes, I am aan het inshitting. Are you aan het inshitten? Yes. Yes, je hebt ook een deken en dan gaat het heel hard. Hey, Bent, weet je de... Oh, 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 wow. Deze avond is goud. Kijk eens even naar al deze rotzooi. Heel veel choppings, dat allemaal niet op is. Kijk hoeveel oliebollen er nog over zijn. Zijn allemaal zelf gebakken. We hebben hier nog wat volwassen mensen. En die, hoi. Hoi. Oh, hoi. Ja, de oliebollen moeten nog op vanavond. Eet smakelijk. De moeder van Quinn heeft een beetje te veel oliebollen gebakken. Als in echt heel veel te veel. Ze heeft zoveel lekker eten gemaakt deze avond. Echt. Bente, jullie weten hoeveel ik van eten hou, maar dit echt... Ja, Bente vindt het altijd helemaal geweldig hier, omdat er heel veel lekker eten is. Ja. I'm fucking narrow. Het is inmiddels bijna 3:15. En iedereen zit hier nog lekker te lullen, te chillen en goede shit. Ja, je staat alsnog in beeld, hoor. Ja, alsnog je schouder staat... Oké, nu ben jij in beeld. Mam, heb je een leuke avond gehad? Nee. Helemaal niet. Oké. Hey iedereen, ik ben de outro vergeten. Ik ben namelijk in slaap gevallen. Door al het bier, door al het gefeest ben ik lekker in slaap gevallen. In ieder geval, iedereen gelukkig 2020. Ik zag het net staan, 2020, op mijn telefoon. En het ziet er zo modern uit, weet je wel. Zo futuristisch. Zo erg uit de toekomst. In ieder geval, ik wil jullie allemaal een gelukkig 2020 wensen. Ik wens jullie alle gezondheid toe, alle rijkdom. En geniet van wat je hebt, respecteer wat je hebt. En maak gewoon het beste van 2020 van alles. Jongens, ik ben heel high voor 2020. Ik hoop jullie ook. Ik wens jullie allemaal het beste toe. We gaan er samen natuurlijk ook weer een geweldig jaar van maken met het vloggen. Er gaan ontzettende vette dingen aankomen en we gaan het allemaal zien. We hebben weer een heel nieuw jaar voor ons en ik ben super hyped. Ik hoop jullie ook. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5:00. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is tot de volgende video. Later.